Een speech van Obama duurde gemiddeld zo'n 10 minuten. Trump heeft slechts 140 tekens nodig om zijn beleid uiteen te zetten. Toch krijgt het gemiddelde Nederlandse raadslid het benauwd bij het woord spreektijden. Wat is het belang van invoeren van spreektijden in jouw gemeente? Veel raadsvergaderingen hebben er last van. Het is een onbelangrijk onderwerp, maar elke fractie wil er toch wat van vinden. En het maakt ons niet uit dat de andere partijen dat ook al hebben gezegd. Als een voorzitter al ingrijpt bij de zoveelste herhaling, dan reageert menig raadslid verbolgen en verbaasd. Waarom wordt hij door de voorzitter onderbroken? Als een voorzitter dat vaker doet, wordt hij vaak partijdigheid verweten. Toch heeft een voorzitter maar weinig instrumenten om in te grijpen. Spreektijden is daar één van en dat biedt een aantal voordelen. Drie voordelen van spreektijden. Het eerste is, het dwingt de deelnemers om kort en bondig te spreken. Raadsleden gaan geen lange aanlopen meer nemen, niet alles willen bespreken, maar dwingen zich om tot de essentie te komen en in de essentie hun punten maken. Kort en bondig spreken. Tweede is, het gaat herhalingen voorkomen. Waarom zou je je kostbare spreektijd inzetten aan punten die andere fracties ook al hebben gemaakt? Kortom, je richt je op de voor jou essentiële punten. Het derde is, het is veel duidelijker in te schatten hoe lang de vergadering gaat duren. Als iedereen zich netjes aan de spreektijd houdt, kun je vooraf uitrekenen hoe lang de vergadering maximaal gaat duren. Bij het spreektijden zijn eigenlijk twee variaties mogelijk. De eerste is dat er een maximaliteit per onderwerp wordt uitgetrokken. Dat kan een half uur zijn of drie kwartier, maar binnen die tijd moet het onderwerp besproken worden. Fracties gaan er scherp op toezien dat niet één fractie alle tijd gaat gebruiken. De gemeente Almere maakt al jaren gebruik van een zogenaamde carouselmodel, waarin dit een essentieel onderdeel is. De tweede variant is een spreektijd per fractie. Elke fractie krijgt bijvoorbeeld 12 minuten om in de vergadering in te zetten. Ze zetten dat in op de onderwerpen die voor hun belangrijk zijn. Dat betekent dat ze niet meer op elke stoeptegel zullen reageren, maar die onderwerpen kiezen die voor die partij belangrijk zijn. De gemeente Den Helder maakt al jaren gebruik van zo'n systeem. Deze twee varianten van spreektijden, dus of per onderwerp of per fractie, zorgen ervoor dat raadsleden kort en bondig hun bijdrage gaan leveren. Dat herhalingen worden voorkomen en dat je vooraf al kunt uitrekenen wanneer de vergadering is afgelopen. Als je nog vragen hebt, kun je ze in de comments kwijt. Vind je dit leuk? Laat het dan weten. Wil je meer van deze video's zien? Klik dan hier.